Nou, we gaan vandaag op zoek naar het kerstgevoel van Breda. En ja, waar kan je het beste beginnen dan hier op de Veilingkade bij Snack. En ja, je ruikt de lucht van oliebollen, haardvuur. Ik hoor het ook knisperen. Ik zie de dennenbomen hier al liggen. En luister eens naar die muziek. Of the year. Kom. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season. Hey, hallo. Volgens mij, jullie zijn allemaal lekker aan het shoppen hier. Ja, dat ook. En wij zijn natuurlijk members van Quiet, dus ja. Vertel, wat is Quiet? Quiet is eigenlijk een organisatie, een soort stichting. Waar mensen gewoon die wat, net wat minder hebben, maar op die grens zitten van de armoede. Nou, die zijn hier altijd welkom. En dan organiseert eigenlijk Quiet organiseert dingetjes, zoals naar het theater gaan. Maar ook uitstappen. En nu hebben ze samenwerking van Emmaus. Hebben ze een kerstmarkt, heel knus, heel klein, maar ja, gezellig toch. Hey, vertel, wat betekent jullie organisatie en alles wat we hier nu zien? Ik weet natuurlijk niet wat jullie allemaal mee hebben gekregen, maar dit is een gezamenlijke activiteit van zowel Quiet als Stichting de Herberg, de Emmaus met de Kringloop. We hebben eigenlijk hier een kerstmarkt voor goede doelen neergezet. Aan de ene kant voor mensen dat ze hier iets leuks kunnen kopen en daarmee bijdragen aan een goed doel. En aan de andere kant hebben wij binnen voor de members van Quiet. Een kerstwinkeltje waarmee ze iets leuks uit mogen zoeken. Ja, om hun eigen kerst nog wat leuker te maken. Ja, toevallig net ook met iemand besproken, maar je ziet op dit moment gewoon heel veel mensen die nu bij ons aankloppen. Omdat de decembermaand gewoon heel zwaar is. Dat je dat lichtpuntje zeg maar, eigenlijk in die donkere dagen voor kerst gewoon mist. Gaan we beginnen? Wij gaan beginnen. Wat gaan we horen nu? Mooie kerstliedjes van de Bredalo Brass Kids. En een beetje zenuwachtig ook, of jullie hebben je eigenlijk heel goed voorbereid? Een beetje zenuwachtig. Ja? Ja. Ja, ook. En met welk liedje gaan we beginnen? Met Jingle Bell. Nou, dat is de perfecte binnenkomen. Succes, hè? 1, 2, 3, 4! Kijk eens hier, er worden gewoon allemaal lekkere chocolaatjes uitgedeeld. Ja, natuurlijk wil ik een chocolaatje. En jij? Ja, lekker, dankjewel. Dan worden we toch verwend hier. Hé, heb jij een kraampje hier? Heb jij een... Daar bij Stichting de Herberg. Zelf gebakken taart, cake en koekjes. Hey, neem me even mee dan. Kom, we gaan even kijken. Nou, dit zijn... Volgens mij heet het Manasia koekjes. Ik weet het niet zeker. Dit zijn speculaas, volgens mij, ja, speculaas. En hier hebben we appeltaarten, de red velvet taart is op. We hebben boterkoek, vanille chocola. En ik ga hier langs nu met dit. Nou, maar dat doet hij goed. Waar doe je dat voor? Voor al het geld gaan naar de daklozen. Hé, hey, wat goed. Stichting de Herberg. Kunnen jullie iets vertellen over Stichting de Herberg? Nou, Sandra, vertel. Nou, ik ben kerstverse coördinator van Stichting de Herberg, ja. Van de inloop. We hebben meer, we hebben de inloop. Dan komen mensen bij ons voor een praatje, een kopje koffie, soep en af en toe een warme maaltijd. En wij hebben ook de soepbus. Waar je nu? Dit is een soepbus, die staat 's avonds. En we hebben nog een leuk nieuwtje. Wij gaan ook in het nieuwe jaar gaan wij ook op zondagavond open. Wij hebben ontdekt dat eigenlijk zondag de dag is dat er maar heel weinig is voor de dak- en thuislozen. En dus dat doen we. En daartussenin hebben we nog de kerstherberg. Dus dan staan we met z'n allen kerst op te vrolijken. Allemaal voor de dak- en thuislozen. In Breda. Ja, sorry, vergeet het. Verwarm hart. Van Quiet zijn we members.
Word je gewoon helemaal gratis, er wordt helemaal geen geld bij aangevraagd. Maar eigenlijk meer zo van, nou, ons steuntje in de rug, zeg maar. En hoe word je member dan? Nou, ik ben zelf afgekeurd, hè, en al heel lang thuis. Alleen, ik krijg geen voedselbank, omdat je net die euro boven die grens zit. En dan maak je er geen kans op. Nou, wat hun dan kwijt dan aanbiedt, is bijvoorbeeld, het verzintheater had een actie, hè, kaartje voor kaartje. Nou, dan kun je eigenlijk voor opgeven en toevallig zit je dan in het theater waar je normaal gesproken niet kan betalen. En dan krijg je dan dat als gift, maar ook gewoon, wat nog een maand geleden ook een winkel met schoenen. En dan kon je gewoon schoenen uitzoeken, nieuwe. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En dat soort dingen maak je dan gewoon mee. Het is heel mooi om te zien dat heel veel members, nieuwe members meenemen, omdat ze dat een ander ook gunnen. Ja, en dan hangt binnen. Is het echt vandaag dan? Of, ja. Ja, goed, dat merken we steeds vaker. Maar zeker de afgelopen weken, in aanloop naar de feestdagen, zeg maar, merk ik steeds meer dat mensen elkaar meenemen hier naartoe. Nou ja, de capaciteit groeit ook steeds. Gelukkig groeit dat met elkaar mee. Aan de ene kant weten members ons te vinden, maar de sponsors ook. Dus ja, we groeien eigenlijk geleidelijk. Groeien beide aantallen, zeg maar, met elkaar mee. Kun je iets vertellen over die sponsors? Want dat doen ze, hè? Dat is toch hartstikke fijn dat jullie die hebben? Ja, we hebben allerlei verschillende soorten sponsors. Ja, van mensen, restaurants die iemand een etentje gunnen. Maar soms kan het ook gewoon koffie en gebak zijn. Hè? Als een zaakje nog niet zo groot is, bijvoorbeeld. Soms is het een cadeautje, soms is het een doosje met 12 pakjes babydoekjes. Soms is het een ervaring. En soms is het een ervaring, is het een avondje naar het Chassé Theater om een mooie voorstelling te bekijken. Het kan van alles zijn. En mensen mogen bij ons ook voorkeuren aangeven voor dingen waar ze in geïnteresseerd zijn. En dan wordt het gewoon, ja, heel netjes, evenredig allemaal verdeeld. Ja. Je kunt terecht op onze socials. We zijn overal Quiet Community Breda. Of stuur een mailtje naar breda@quiet.nl en dan nemen wij contact op. Nou, fantastisch. Ik hoop dat er een heleboel mensen zijn die jullie een heel warm hart toedragen. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Ja, ik maak het van.